Het is donderdagavond, 13 februari rond 9 uur. De Gestelse weg overdag, een drukke doorgaande weg door de wijk Bettelaar in Den Bosch, is dan vrij rustig. In de Zuiderparkweg, een zijstraat, staat naast gewone woningen ook een appartementencomplex. In een van de huizen is op dat moment een vrouw van 71 alleen thuis. Voor haar begint de avond net en ze is van plan om tv te gaan kijken. Om wat frisse lucht haar slaapkamer in te laten komen, heeft ze daar net het raam opengezet. Anderhalf uur later, het is 10:30 geworden, is de vrouw op de bank in slaap gevallen. Ze hoort niets van wat er verder in haar huis gebeurt. Doodsbang ligt de vrouw op de bank. Ze durft zich niet te bewegen, uit angst dat de man haar iets aandoet. Haar huis wordt doorzocht. Met een klok, sieraden en wat geld vertrekken de mannen weer. Ze laten de vrouw vastgebonden achter op haar bank. Getuige ziet rond die tijd, 10:30, iemand met een noodgang vanaf de Zuiderparkweg de rotonde overrennen richting de Hildebrandlaan. Of dat een van de daders was, is niet zeker, maar dat zou zomaar kunnen. Wat wel zeker is, is dat die overvallers de oude vrouw doodsbang in haar huis hebben achtergelaten. En gelukkig lukte het er uiteindelijk wel om alarm te slaan. Als die daders wel te voet zijn gevlucht, dan moeten ze hier haast wel bekend zijn en misschien komen ze zelfs wel uit de buurt. De vrouw heeft gezien dat een van de daders een bruine huidskleur had. En de getuige die hier iemand over de rotonde heeft zien rennen, spreekt over een jonge man van ongeveer 20 jaar met een normaal postuur die een donkerblauwe winterjas droeg, een soort bomberjack. Bij de buit zat iets opvallends, namelijk een bruinkleurige Engelse Bakkerli tafelklok met goudkleurige analoge wijzers. Niet iets dat je dagelijks ziet, maar wel iets dat zeker opvalt als het ergens te koop wordt aangeboden. Verder was de buit niet meer dan een paar tientjes en enkele sieraden, waaronder ringen van de oude dame. In de gestolen ringen stonden de inscripties Corrie 1961 en Kees 1961. Als dit alles iemand iets zegt, of misschien wel weet waar de oude klok is gebleven, laat het dan weten. Ja, want dat is dus belangrijk, want die informatie kan ons zomaar op het spoor van die daders zetten. En in het algemeen de vraag aan iedereen die informatie heeft over deze overval, of misschien zelfs wel over die daders, bel ons en deel die informatie met ons. Want vergeet niet, het gaat hier om een laffe overval op een oude, weerloze vrouw. Dus heeft u informatie? Blijf er niet mee lopen. De bejaarde vrouw werd in haar slaap overvallen. Thuis, in haar huis aan de Zuiderparkweg in Den Bosch. Ook al is het even geleden, donderdagavond 13 februari rond 10:30, probeer even terug te denken. En misschien herinnert u zich toch iets. Is dat zo, maar denkt u dat het niet belangrijk genoeg is? Geef het dan toch door. Tippen doet u via 086070. Ook zonder uw naam te zeggen kunt u iets doorgeven. Doe dat dan via 0800 7000.